In het Museum voor Schone Kunsten in Gent kan je vragen stellen aan het schilderij De Veestal van Jenny Montigny, een werk uit 1907. Via een knop die verbonden is met een computer en artificiële intelligentie kom je alles te weten over het werk. Wij gingen het testen met enkele kinderen. Die hebben natuurlijk wel andere vragen dan grote mensen. Wat is uw lievelingsdier die u zelf op de boerderij heeft? Mijn lievelingsdier op de boerderij is de koe. Ze zijn zo rustig en vriendelijk en ik heb een speciale band met ze opgebouwd. Vraag maar wat je wil aan de boerin op het schilderij De Veestal. Dat is de bedoeling. Dat het postimpressionisme is of wie het schilderde, willen ze niet weten. Nee, kinderen kijken anders naar kunst. Waarom heb jij zo'n lelijke schoenen aan? Ik draag klompen op het schilderij omdat dit destijds een veel voorkomend schoeisel was voor boeren. Hoe is het om een schilderij te zijn? Het is een bijzondere ervaring om vereeuwigd te worden op doek, maar ik kan geen emoties of fysieke sensaties ervaren zoals een levend persoon dat kan. Het is ook wel leuk omdat ze zo gezegd kon praten tegen ons. En ja, ik vond het ook wel leuk, zo'n schilderij. Het was ook echt heel mooi, vind ik. Ik vind het wel leuker dan een gids, want nu is dat een schilderij eigenlijk dat praat. En ik vond dat wel een leuk idee dat die mensen dat hebben uitgevonden. De knop is verbonden met een computer met een artificieel intelligentieprogramma. Dat combineert ingevoerde info en zoekt zelf op het internet om dan een antwoord te geven. Wij bieden informatie, maar misschien willen mensen volledig andere dingen weten. Dus dat is wel tof om dat dan te kunnen registreren. En tegelijkertijd zijn wij altijd op zoek naar andere manieren om de mensen dichter bij die kunst te kunnen brengen. Nu staat het bij één schilderij, maar voor de kinderen mag het gerust bij nog andere staan. De Mona Lisa. Waarom? Omdat dat een heel bekend schilderij is en ik wil weten wie dat is. Ja, waarom dat ze altijd met jouw ogen je voelt, is een beetje eng. En eens ze alles weten van het schilderij, komen de echt kunstzinnige vragen. Eet u graag kippennuggets? Als anonieme vrouw in het rollenspel kan ik niet echt kipnuggets eten, maar ik begrijp dat je er graag van geniet. Kipnuggets zijn inderdaad een populaire snack. Zo'n schilderij weet gewoon alles. Wat dat betreft lijkt het een beetje op een beerman. Vertel eens, David, wat zie je op de kaarten?